De wedstrijd staat vanmiddag onder leiding van scheidsrechter Marco Oosting. En u ziet inmiddels beide teams het veld opkomen. Een sportcomplex waar we vanmiddag te gast zijn. En waar we hartelijk welkom geheten zijn en een mooi plaatsje toebedicht hebben gekregen. Het is een knus veld met aan twee kanten tribunes. De ene kant staartribune en aan de andere kant een zittribune. En we spelen vanmiddag op een echt grasveld. En de wedstrijd is begonnen. En in balbezit is Acuna. Margarita. Wordt daar geschept door Verhagen, maar de scheidsrechter geeft aan dat Voest door mag. Voordeel van Hussen. Wordt onderbroken door Bijmers. Nu is het de Weert die de bal op kan ruimen. Als hij komt nu de bal voor, de goal. En dan wordt hij bijna aangeraakt. Ja, en dan is het Jansema die de bal nog even naast de goal tikt. Eerste gevaarlijke moment voor Sportlust. Bal scherp ingebracht door Mulder. Van Duinen. En dan is het Issat die ertussen komt. En dan wordt er alsnog gefloten voor een overtreding. Het was Van Duinen die de bal van zijn voet af laat springen. Metalsi. Probeert het er één keer. Ja, en dan is het Jansema die de bal goed onder de lat vandaan haalt. En is het tweede grote kans van Sportlust. En dan is het Van der Weijden. En dan is het Van der Weijden die het gewoon probeert op aangeven van Metalsi. Maar die bal die is te hoog en die vliegt over het doel van Jansema. En dan is het Van der Weijden die de bal zomaar aangespeeld krijgt. Van der Weijden, Van der Weijden, Van der Weijden. Nee, en dan is het Jansema. Van der Weijden die de bal toch niet lekker meekreeg. En dan is het Van Hussen die de bal doorkopt. Van der Weijden. Van der Weijden. Gevaarlijk op de goal. Ja, en hij scoort hem. Mark van der Weijden zorgt voor de 1-0 voorsprong voor Sportlust. En dat gebeurt in de 43e minuut. Hij moest eerst nog wel even een duelletje uitvechten met Bruintjes. Van der Weijden. En dan is het Bruintjes die de bal niet speelt, maar Van der Weijden speelt. En volgens mij is dat de tweede gele kaart van Bruintjes. Ja hoor, en dan is het de rode kaart in de 48e minuut voor Bruintjes. Die de bijna doorgebroken Van der Weijden neerlegt. Is dat die? Op Van der Weijden. En Van der Weijden die hem rakelings overschiet. Oeh, en dan is het Sieders die de bal helemaal verkeerd raakt. En gelukkig voor Sportlust nog wel over het doel van Anton Joly heen. Den Haag die zomaar recht op de goal af kan. En dan is het Acuna met de overtreding. En dan is het de tweede rode kaart voor Harkemaatse Boys. Metalsi. Oeh, wat een paal. Binnenkant paal, maar hij stuit het eruit. Oh, 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 oh. Dijkstra brengt die bal in bij de tweede paal. En dan is het bal in het zijnet gekopt. Margarita weet te bereiken. En dan is het niets aan de hand volgens scheidsrechter Oosting. Dadi weglopen. Bendadi. Schiet op doel. Oeh, en die schiet naast. Bal weer in de diepte richting Bijmers. Ja, dan is het Van der Weijden die daar nog in zijn buurt staat. Van der Weijden. En nu is het wel een penalty. Nee, hij geeft geen penalty, hij geeft een cornerbal. Terwijl het toch duidelijk was dat Van der Weijden vastgehouden werd. Nu de bal bij de tweede paal. Is het Isati, Balarbi, bal van de lijn afgehaald. En dan is het Van Hussen. Naar Bendadi. En dan is de bal achter. En krijgt Jansema de doeltrap. Balarbi. Naar Wils. Wils die weet wel te koppen, maar die... En dan is het Balk die goed redding weet te brengen. En de voorzet eruit haalt. 16 meter! 16! Anton Joly met twee vuisten. En dan is het Prinsen die de bal
Nog een keer en dan is het nog een keer Antonioli. En dan nog een keer Prinsen en dan moet Wils die bal. En die raakt die bal ook wel. Maar die bal gaat veel staart. Margarita. En dan wordt die bal goed geblokt door Metalsi. Opnieuw een hoekschop voor Harkemaarse Boys. Het zijn spannende slotseconden. Dijkstra. Antonioli. Kopt die bal weg. Verhagen. Jansema verliest dat duel. En nu is het Wils die die bal onder controle brengt. Rustig op het doel gaat schieten. En dan gaat hij er op de paal. Oh, en dan is het op een leeg doel op een paal. Scheidsrechter Oosting die gaat nog steeds niet fluiten. Het is Nussen naar Jansen. En dan is het Jansen die daar de bal alle rust naar Verhagen speelt. En dan gaat de scheidsrechter Oosting afluiten. Het is een zwaar bevochten overwinning. Maar die tellen ook. Sportlust wint vanmiddag met 1-0 van Harkemaarse Boys. We gaan een verre terugreis aanvaarden, maar wel met een heel goed gevoel. Met 3 punten in de tas terug naar Woerden is altijd heel erg lekker. Ik wil u bedanken voor uw aandacht bij deze wedstrijd. Nogmaals, aanstaande dinsdagavond speelt Sportlust wederom een competitiewedstrijd. Dan thuis tegen Excelsior 31. En dan zijn we weer aanwezig. Aanvang van die wedstrijd is 8 uur. Ik wens u een ontzettend prettig weekend en graag tot dinsdagavond.